Goedemiddag mensen, wij hebben gezien dat Aniel is opgehaald door de ambulance, we hebben erbij gestaan, we hebben zijn spullen in de ambulance gedaan, dus Aniel is nu naar AZ, zal gedialyseerd worden, maar ze willen wat hoge bloeddruk, dus we gaan met een paar weken, dus we gaan, hoe heet het, in elk geval is hij, waar hij is nu, beter dan waar hij was, dus nogmaals mijn dank. Maar, er wordt dus één probleem opgelost, in die zin gedeeltelijk opgelost, dat hij is weggehaald. En dan reed ik hier langs en ga ik u laten vertellen. Weet je, wanneer we praten over verantwoordelijkheid, dat weet ik, minister, die zie want niet, overheid, die ziet dat. Maar je weet het, ik praat altijd over burgerlijke participatie, burgerparticipatie. En dan rijd ik hier, dit is het, dit is een probleem. Is dit het probleem van de minister? Van de minister van OW? Of is het gewoon mensen die hier hun spullen komen dumpen? En zo voor zorgen dat hun land bevuild wordt. Weet je, ik heb meneer Aniel heb ik kunnen regelen samen met de minister en mevrouw Redan. Althans, ik heb het niet geregeld, laat me niet zo zeggen. Zij hebben het geregeld, dankzij hun. Is dat stukje probleem dat ik ben aangetroffen is opgelost. Maar hier hebben we dus echt een probleem, mensen. Dit is bij de beesten af. Dat u hier uw vuil dumpt. En dit. Burgerparticipatie. Hoe kunt u dit zo hier? En is iemand die een bedrijf heeft, denk ik. Als ik kijk, want kijk daar. Ik ga een beetje proberen niet in de troep te gaan. Maar kijkt u daar. Ziet u die blikken? Dat zijn, is een veel van die blikken. Dus betekent dat iemand een bedrijf heeft of zo? Nog maar smeren. Is dat nog aan zien? Is boter toestanden. Kijk hier. Dit is wat wij dus doen, hè. En dan ligt het niet aan welke regering ook. Ook als er boters er zijn. Of als er Oostantokje er zijn. Dit heeft te maken met wat wij als mensen doen. Om deze troep hier zo te dumpen. Dit heeft te maken met onze mentaliteit. En niet met de politieke leider. Niet met een minister. Dit heeft te maken met onze mentaliteit. Waarvan wij vinden. Dit is hier oké. We vinden het gewoon oké met z'n allen. Dit is echt ook hoor. Hier word ik ook zo zwaar verdrietig van. Kijkt u maar. Dit is wat wij in deze straat, de Taporita straat. Ik zal zo meteen, ik ga zo meteen wat foto's maken, ga ik naar de minister sturen. Huh? Zo kweet je? Ratten. Ja. Mensen wonen hier, hè? Het wordt gewoon gedumpt. Mensen komen hier hun spullen dumpen. Hoe vindt u dit? Dit is toch ook een... Nee man. Ik ga kijken of ik meneer Gummels de foto's kan sturen. En dan kijken of hij ook dit misschien ook gelijk kan oplossen. Dat is toch verschrikkelijk, mensen. Dit, zeg ik, heeft niets met politiek te maken, heeft met onze mentaliteit te maken. Daar moeten we van af. We moeten andere mentaliteit gaan, een mindshift. Je moet je land niet bevuilen. Waarom bevuil je je omgeving? En dan gaan ze zeggen, de regering, ja, de minister. Nogmaals, dit heeft niets met geen enkele regering te maken. Dit was ook onder Boutersen, dus zouden wij dit niet goedkeuren, toch? Ook onder deze regering keuren wij dit af. Burgers die in dit land dit heel normaal vinden. Moorsoe. En nogmaals, als ik deze blikken allemaal zie die je daar ziet, die ik hier ook zie, dat betekent dat er, je zou bijna zeggen, een bedrijf is. Dat zie je daar trouwens ook, hè. Dat zijn allemaal etiketten. En ik heb slippers aan, dus minawango luku. Want, kom ik proberen. Sunny, wat staat erop? Morning
Maar dit is misschien een winkel of zo. Ziet u die verschillende, zelfde, hoe noem je dat? Plastieke zakken? Ziet u dat? En deze zien we ook heel veel van. Tonic. Dus is iemand die heel veel gebruikt. En gewoon denkt, ja, ik dump het hier, joh, kan mij schelen. Ah, een televisiestuk, oh, gooi maar hier. Hai, bye. Een restaurant, no? Kom, ik ga proberen. Kom, Luco. Sana san ik knap. Ja, zo. Dit is nou man. Allemaal een meshi jizi. Ziet u dit? Dit is een iemand die... Kijk ze maar, zoveel. Is melkpoeder. Kijkt u daar. Melkpoeder. Hier sta ik in de rotzooi. Ik heb wel mijn laars in de auto, maar... Kijk toe hier. Kleren, flessen. Die is nog kan toch, meneer? Die is nog kan. Die is nog morsu. En we zien overal... Ik ga even weer met mijn Sanne. Ik loop het jouw bakken. Ziet u? Is toch te gek, je zou eigenlijk moeten eens nagaan welke winkel dit verkoopt. Nee, dat kan niet. Het is gewoon nog een laatste laten zien hier. Ai, mijn God hoor, Vader in de hemel. Ik zal u vertellen. Ik ga met Jason Gummos bellen, gaan foto maken. Eigenlijk zouden we elke week van die flessen dingen moeten hebben. Hè? We hebben een mentaliteit gekregen, mensen, dat we het oké vinden om je land te bevuilen. En ik heb net samen een bijdrage kunnen leveren. Dat die meneer nu met de ambulance is weggebracht. Ik ben gebleven tot op het laatst. Ik heb geholpen. Hij is... Het was moeilijk om hem uit zijn bed te krijgen, want zijn ene been beweegt, kan bijna niks meer doen. Het is gelukt. Hij is nu naar AZ en men gaat naar hem kijken en dan zie je dit, weet je. Dan denk je, wauw, wat een probleem hebben we toch allemaal. Hè? Wat een zooitje. Wat een zooi. En kijk, als je, ik zeg toch altijd, dit is een compositie toch? Maar als je pot met jou voor onderzoek, zo maar naar die zin. Mij wel bij mijn onderzoek. Zo maar naar smassen en bonk. Look hoe het is. Zo als Refsani. Overal zie je dezelfde zakken. Overal. En die blikken. Maar ja, wordt overal verkocht waarschijnlijk. Dus het is heel lastig dit te achterhalen. Dit moet worden opgeruimd door afvalbeheer. Ik ga meneer Jason Gummos bellen. Ik ga mijn, ze zullen wel moe van mij worden. Maar ik heb niks te maken, ik zal dit blijven benoemen. Dat dit is morsu. Zo bevuilen we ons land. Dat betekent dat we zelf ook niet schoon zijn in onze mind. Als je dit gewoon normaal vindt. Verdump je rommel, ja. Het doet dat kondre. Aan ook aan. Ja, het kan niet. Dat is toch smerig, toch? Dat is niet gezegd. Dat is geen gezicht, nee. Dat zeggen we allemaal. Oké, mensen. Ik ga weer in de auto. Ik kwam van de kerk geweest, een hele fijne kerkdienst gehad. Ik heb weer kracht heb mogen ontvangen. En dan zie je dit. We hebben in elk geval Aniel kunnen helpen. Aniel is in het ziekenhuis, wordt vanavond wordt geholpen, wordt waarschijnlijk gedialyseerd. Want wel een erg hoge bloeddruk. Dus ik ben echt God dankbaar dat ik ben geweest. Ik was aan het eten bij Patricia. Ik zeg het in de groepsapp. Ik zeg, ik ga er naartoe. Kijk wat ik kan bedoelen. €50 aan die meneer geven. Dat is nooit voor gedialiseer. Maar die mis je af, zijn niet meer dat nog. Dit moet, acuut moet er een oplossing komen. De minister heeft het filmpje gezien. Minister Doerantoren en Amman Gondo. En dan zie je dan dit hier. Maar ik word niet moedeloos hoor. No. Ik kan het blijven zeggen. Ik blijf die luis in de pels.
blijven ageren dat dit soort dingen moeten we niet meer willen. Dit ligt niet aan geen enkele politieke partij, dit ligt niet aan geen enkele regering, dit ligt aan de burger zelf. De burger die het blijkbaar oké vindt om zijn rommel hier te dumpen. Goed, ik ga eruit. Yes, we keep the faith. We won't give up. Gotta move. Later.